Jij zet misschien ook wel eens een eentje hier en een tweetje daar. Waarschijnlijk bij die ene van de reclame. Of doe je dat bij een ander? Wist je dat dat eigenlijk niet mag? Maar goed, dat gaat veranderen. Vanaf 1 oktober gaat de Nederlandse markt open en komen er veel meer bookmakers bij. En ook meer gokreclames op YouTube, tv, voetbalshirts. Komt allemaal door een nieuwe wet die lucratieve sponsordeals met bookmakers mogelijk maakt. Maar op die nieuwe wet is ook kritiek vanuit sportbonden. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe dingen gaan veranderen, vertellen we je nu. Eerst even wat context. Toto is al jaren de enige legale boekmaker in Nederland waar je ook op sport kan wedden. Eerst vooral op voetbal, maar de laatste jaren ook op bijvoorbeeld Formule 1, darts en wielrennen. 5% van de volwassenen in Nederland gokt wel eens online op sport. Er zijn ruim 700.000 mensen. 60% daarvan doet dat bij die legale boekmaker. Tennis en voetbal zijn het populairst. Van over de hele wereld wordt op een gemiddelde eredivisiewedstrijd 25 miljoen euro ingezet. Dat is ruim 7,5 miljard in één seizoen. En ook als we alleen naar Nederland kijken, gaat het niet om misselijke bedragen. Er wordt nu voor zo'n 100 miljoen per jaar, legaal en illegaal bij elkaar opgeteld, gegokt op voetbal. En de verwachting is dat dat in 2024 190 miljoen is. Bijna een verdubbeling in een paar jaar tijd dus. Dat komt vooral door, daar is hij, de nieuwe wet. KOA, kansspelen op afstand. Die wet wordt ook wel de online gokwet genoemd, want tot nu toe waren daar eigenlijk nog geen duidelijke regels voor. Dat leidde tot frustratie. De huidige wet die er ligt, die is eigenlijk nog van voor het internet. Ik wil dat het aangepast wordt en dat het zo aangepast werd dat wij ermee kunnen werken. Sportbonden zaten hier dus op te wachten, vooral om matchfixing tegen te gaan. Maar er zitten meer voordelen aan de KOA. Zo moet het gokverslaving in de hand houden en de overheid kan meer belasting innen. We gaan er even snel doorheen. De belasting. Door wetjes bij illegale boekmakers loopt de overheid belastinggeld mis. Maar door de KOA worden meer gokkantoren legaal. En dus gaan ze belasting betalen en dat betekent meer geld voor de overheid. Over die nieuwe boekmakers vertellen we je zo nog wat meer. Punt 2. Gokverslaving. Volgens Jellinek, een instantie voor verslavingszorg, is het lastig te zeggen hoeveel gokverslaafden er in Nederland zijn. Maar dat ze er zijn, is duidelijk. Om dat in de hand te houden komt met de invoering van de KOA ook de Crux, Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Als iemand wil gokken moet de boekmaker eerst controleren of diegene in dat register staat. En als dat zo is, mag je niet spelen. Je komt in de Crux terecht door jezelf aan te geven, maar ook zo'n kansspelaanbieder of iemand dichtbij je kan dat doen. Derde punt, matchfixing bestrijden, wat de sportbonden dus belangrijk vinden. Gokkantoren moeten zogenoemde ongebruikelijke transacties doorgeven aan de FIU, de Financial Intelligence Unit in Nederland. En dat moet binnen 14 dagen nadat zo'n ongebruikelijke transactie gezien is. Nu denk je, sportbonden blij, maar nee. Dan blijft die informatie, die blijft ergens hangen, komt niet bij ons terecht. En voordat je het weet zijn zeg maar die mensen die matchfixing organiseren, die zijn vertrokken. Het probleem zit hem volgens die sportbonden vooral bij die Financial Intelligence Unit, dat vooral witwassen en terrorisme onderzoekt. En straks dus ook matchfixing. Maar de FIU zou aan de bonden hebben toegegeven dat dat waarschijnlijk onderop de stapel terechtkomt. Als het 400.000 meldingen zijn die daar jaarlijks binnenkomen van allerlei transacties, dan is de kans dat er alertheid is op matchfixing is heel klein. Maar die unit mag die info over matchfixing alleen doorgeven aan de politie en het OM. En dus niet aan de sportbonden, terwijl die het juist zo graag willen hebben. Wij kunnen voorlichten, wij kunnen reglementen maken, we kunnen het gerechtelijk handhaven. Maar met name dat melden, dat hebben we echt nodig vanuit de branche. We zeiden het al, door die nieuwe online gokwet komen er steeds meer boekmakers bij hier. Waarschijnlijk zo'n 35 tot 40. Maar grote spelers als Unibet en Bwin zien we waarschijnlijk pas later dan oktober, omdat zij nu nog op het strafbankje zitten. Eerder al richtten zij zich op de Nederlandse markt en toen mocht dat nog helemaal niet. Die nieuwe gokkantoren gaan we terugzien in reclames, maar ook als sponsor van clubs en competities. Nu al ligt er voor zo'n 15 tot 20 miljoen aan deals met betaald voetbalclubs op tafel, klaar om ondertekend te worden zodra die boekmakers een vergunning hebben. En Holland Casino gaat ook online en wordt dan direct partner van de eredivisie. Zouden ze zo'n 8 miljoen per jaar voor neerleggen. Veel geld voor het Nederlandse profvoetbal dus. Maar één partij voelt de hete adem in de nek. Toto. En daarom zat het de afgelopen tijd niet stil. Er kwam het Toto KNVB beektoernooi, goed voor 1,5 miljoen per jaar. En afgelopen zomer sloot het bedrijf sponsorcontracten met 10 eredivisieclubs. In een week tijd. Zo proberen ze de concurrentie voor te blijven. In Nederland is dit allemaal nieuw, maar in het buitenland is dat het totaal niet. Real Madrid speelde jarenlang met Bwin op het shirt en bij Derby County speelt Wayne Rooney met nummer 32, omdat de shirtsponsor gokkantoor 32 Red is. Maar in Engeland, België en Italië worstelen ze met die sponsorcontracten. En in Spanje mag het vanaf komend seizoen helemaal niet meer. Dat is een flinke klap voor het Spaanse profvoetbal. In totaal gaat het om 90 miljoen per jaar. Maar de regering daar zegt dat die deals ervoor hebben gezorgd dat steeds meer jongeren zijn gaan gokken. Van 29 naar 40% in de afgelopen 4 jaar. En de totale uitgaven die jongeren deden aan gokken steeg jaarlijks met 13%. Maar goed, de KOA, a.k.a. online gokwet, gaat er komen. Vergunningen kunnen al worden aangevraagd en vanaf 1 oktober gaan we die sponsoring waarschijnlijk overal zien. Dat betekent ook dat jij vanaf dan meer keuze hebt om legaal online in te zetten. Maar wees verstandig en abonneer je op ons kanaal.